Hey, hallo, hier Dick, de breekplatenspecialist. Als breekplatenspecialist krijg ik wel eens de vraag, wat is een breekplathouder nou eigenlijk? Een breekplathouder bestaat uit een in- en een uitlaatgedeelte. De breekplaat wordt hier tussen in een zitting geplaatst. De complete houder wordt in een leidingssysteem gemonteerd en met het juiste aanmoment vastgezet. De klemkracht zorgt voor een perfecte afdichting. Wanneer je de houder wat beter bekijkt, vallen een aantal zaken op. Op het zittingsvlak zie je de bijtering. Deze zorgt ervoor dat de breekplaat goed in positie blijft. Om verkeerde montage te voorkomen, is de houder voorzien van een locatiepin. De breekplaat valt in een uitsparing met een opening, waardoor de tackplate uitsteekt. Zo kan je de gegevens van de breekplaat gemakkelijk aflezen. Wanneer je een veiligheidsafsluiter met een breekplaat combineert, moet de ruimte tussen deze twee veiligheden drukvrij zijn. In de houder zie je de aansluiting zitten waarop een excess flow valve en manometer gemonteerd kan worden. Deze Pretorc uitvoering is de moderne voorgemonteerde uitvoering. Bij de traditionele houders wordt de klemkracht geleverd door de flenzen. De Pretorc is vooraf compleet te monteren en kan direct in de installatie worden gezet. Hoewel de geflensde uitvoering het meest wordt toegepast, bestaat er ook een geschroefde variant. Deze wordt gebruikt voor de kleinere systemen. De Screwtype en Union Holder zijn hier goede voorbeelden van. Wilt u meer weten over breekplaten? Bel mij gerust op 0297 514 818.